daar! En leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op Dus David Craft. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Etholdier, oftewel Edeldier. En ik neem vandaag ook even een afleveringetje over van David. Omdat hij natuurlijk nog steeds ziek is, of in ieder geval aan het herstellen is van zijn operatie. Dus daarom ben ik hier vandaag eventjes. En we gaan iets heel erg leuks doen. We gaan natuurlijk weer Epic Mod spelen. Maar speciaal voor David, laten we proberen zoveel mogelijk duimpje omhoog te halen om hem eventjes allemaal te sporten. En hopen dat hij snel gewoon weer lekker terug is hier. En dan gaan we vandaag gewoon lekker beginnen. Ik ga eventjes mijn armor sowieso aandoen, want dat is natuurlijk altijd verstandig. En ik had iets leuks in gedachten. Dit is trouwens mijn huisje voor de mensen die het nog nooit hebben gezien. Dit is mijn huisje waar ik woon. Het is een beetje, was het idee dat ik een beetje magie ging doen, maar ik doe ook alles al. Dus nu doe ik iets anders. Ik ben namelijk begonnen met dino's maken en ik heb twee speciale dino's. Dat zijn dezelfde, maar de dino's die ons vandaag gaan helpen bij iets heel tofs. Want zoals jullie weten, houdt deze server toch wel een beetje van elkaar voor de gek houden. En ik ga jullie vandaag een geheim vertellen die jullie misschien nog niet wisten. Want ik weet niet of David daar al achter is gekomen. En ondertussen ga ik alvast in een vleermuis veranderen. Ik heb een tijdje geleden, had David dit huis getrapt samen met Leon, omdat hij dacht dat Lars hier woonde. Nou, dat was niet zo. Ik woonde hier samen met mijn vriendin. Maar wij wilden hem natuurlijk terugpakken. Nou, wat hebben we toen gedaan? We hebben toen Marnik, een valkuil voor Marnik zijn huis gemaakt. En daar is Marnik ingevallen met een bordje erbij dat het van David was. En volgens mij is Marnik daar ook echt ingetrapt. En heeft hij toen David teruggepakt. Dus dat was onze grote prank toen. En dat is heel erg goed gelukt. Dus vandaag wil ik eigenlijk weer kijken of we een prank kunnen uithalen. Nou, niet meer tegen David, want ja, dat is een beetje gemeen. Maar wat nou als wij David een beetje gaan helpen om Marnik en misschien ook wel Lars voor de gek te houden. Want ik heb hier namelijk twee eitjes van Velociraptors. En volgens mij vallen die mensen aan. Denk ik. Weet ik niet zeker. En anders schrikken ze er misschien gewoon van. Ze zien er als babytjes heel schattig uit. Ik zal er even in eentje veranderen, want ik had er toen straks eentje. Maar die heb ik per ongeluk doodgeslagen. Dat is trouwens mijn andere dino. Dat is mijn eerste dino. En die is heel erg chill. Dit is het eerste schattige dinootje. Hij heeft een botje in zijn mond, want ik had hem een botje gegeven. Nou, blijft hij dat vasthouden. Maar dat is een baby Velociraptor. Nou ja, we worden nog wel groter als je ze laat groeien. Maar deze van mij was nog heel klein. En dit is mijn Brachiosaurus. Ik kan de naam even niet in beeld krijgen. Ik weet niet waarom. Oh, daar zo. Brachiosaurus. En die staat hier lekker in zijn verblijf. Even kijken of alles goed met hem gaat. Hij heeft wel een beetje honger. Maar voor de rest gaat het wel goed. Het is nog niet getemd. Dat heb ik niet gedaan. Dat is een creeper. Daar moeten we voor uitkijken. Maar wat nou mooi is, Marnik is ook online. Dus ik ga proberen nu even heel casual langs zijn huis te vliegen. Kijken of die bij zijn huis zelf is. Want het probleem natuurlijk is dat het wel een tijdje duurt voordat een eitje uitkomt. Ik moet ook niet te dichtbij staan. Want anders dan denkt die persoon, of dan denkt de dino dat ik zijn papa of mama ben. En dan blijft hij ons volgen. En als Marnik al te dichtbij is, dan gaat hij Marnik volgen. En dan valt hij hem niet meer aan volgens mij. Tenzij Marnik hem slaat. Dus we gaan even heel casual gewoon kijken. Gewoon niet overheen vliegen. La 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 la. Ik zie op dit moment zie ik geen Marnik. Maar ja, je weet het natuurlijk maar nooit. Wat is dat trouwens daar? Wat is dat bovenop de berg? Oh, is dit een begraafplaats? Oeh, Frederik. En de minions. Oh, damn. Bij mij zijn mijn minions ook dood. Ik weet dus niet heel goed of we nu zomaar bij Marnik langs kunnen. Want ik zie hier allemaal monsters staan. En het ziet er nu nog even gevaarlijk uit. Oh, volgens mij zie ik Marnik daar staan ook. Oké, laten we nog maar niet Marnik gaan doen. Want dat is nu iets te gevaarlijk. Want dan wordt waarschijnlijk de dino gewoon van hem. Dus laten we eerst naar Lars toe gaan. Oh, Marnik gaat weg. Dat zou handig kunnen zijn voor ons. Laten we eerst even naar Lars toe gaan. Want die woont hier als het goed is. En dan gaan we even kijken. Nou, hier kunnen we hem niet plaatsen. Want dan rent hij gewoon de wilde natuur in. En dan zien we hem nooit meer terug. Maar kunnen we hem hier wel plaatsen? Ik weet niet of hij zomaar daar naar beneden zou rennen. I don't know. En ik heb ook geen dingen om hem te blokkeren. Ik weet niet of hij hier toevallig bouwblokken in heeft zitten. Yes, dan kunnen we even
de weg blokkeren. Dan kan er geen dino ontsnappen. Dan zetten we hier het eitje neer. En dan moeten we eventjes wachten. Want hij moet natuurlijk wel uitkomen. Maar als het goed is, gaat dat gewoon gebeuren. Dus laten we alvast even kijken of we het eitje ook bij Marnik kunnen droppen. En dan kunnen we hopelijk twee mensen laten schrikken door deze Velociraptors. Laten we hopen dat het werkt. Jullie kunnen dat beter weten natuurlijk. Jullie gaan het waarschijnlijk zien, hopelijk in andere afleveringen, dat ze opeens schrikken van een dino. En dan zijn we daar vandaag getuige van geweest. Ik hoop alleen dat Marnik dan niet zo meteen opeens inlogt. Ik weet... Zullen we hem hier gaan doen? Nee, dit is niet echt een handige plek. Waar gaat dit heen? Geheime ingang. Maar hier kunnen we het wel doen, denk ik. Oké, dus dan gaan we nu snel weer weg hier. Dus ik ga nu eventjes terug naar die van Lars en kijken of die zo gaat uitkomen. En dan hopen dat hij niet mij gaat volgen, want dan is deze hele preek mislukt. Gaat het fout? En dat willen we natuurlijk niet. Ik had er maar twee helaas, anders hadden we nog meer mensen een leuke dinosaurus kunnen geven. Maar ik hoop in ieder geval dat dit gaat lukken. Dat zou wel heel erg fijn zijn. Dat zou toch wel grappig zijn. Oké, ik ga toch eventjes kijken, aangezien het andere ei nog niet is uitgekomen, ga ik even bij dit ei kijken hoe lang het nog duurt. Omdat we deze het laatst hebben geplaatst. Wat, waar is mijn ei heen? Wat? Mijn ei is gewoon verdwenen. Dat is raar. Dat is heel raar. Oké, dan gaan we snel kijken bij de andere. Want als mijn ei hier opeens verdwijnt, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat lijkt me niet de bedoeling inderdaad. Als opeens wel mijn eieren weg zijn. Dat is niet goed. Oké, eventjes kijken. Snel hier naartoe. Want hier kon ik het ei toen net nog echt zien liggen hoor. Ja, daar ligt het ei nog wel. Hé, hoe is het ei van Marnik dan opeens verdwenen? Oké, durven we... Hij is uitgekomen. Hij is uitgekomen. Oké. Kijk hoor, hij volgt ons niet. Maar valt hij ons ook aan? Nee, hij valt ons niet aan zo te zien. Maar hij volgt mij niet volgens mij. Of wel? Nee, oké. Nou, deze staat op de goede plek. Waar is die nou weer heen? Oké, hij staat op de goede plek. We gaan hopen dat hij daar ook blijft zitten. Maar nu ga ik toch eventjes bij Marnik kijken of daar wel een eitje is uitgekomen. Want misschien liep hij gewoon al rond als klein inimini-mensje. Inimini-dinootje. En dan hadden we hem gewoon niet gezien. Want het zou heel zonde zijn als die niet is gespawnd. Want het is natuurlijk veel grappiger als straks twee mensen opeens een dino in hun huis hebben. En dan... bedenk me nu dat er wel één groot probleem met deze prank is. Ik ben degene die een dino-park wil beginnen. En ja, ik zet nu dino's in andermans huizen. Dat gaat een beetje opvallen. Maar ik zie toch echt niks. Dat is echt heel sneu. Nou ja, dan heeft Marnik geen dino. Dat is een beetje jammer. Dat is toch jammer. Dat vind ik wel echt zonde. Maar ja, daar kunnen we niet zo heel veel aan doen. Want ik denk niet dat ik nog een dino tot leven kan wekken in deze korte tijd. Ah, vervelend. Ik hoop in ieder geval dat deze prank soort van gaat lukken. In ieder geval bij Lars. Ik weet niet waar mijn dino bij Marnik heen is. Misschien dat hij opeens opduikt. Dat we hem gewoon niet zagen. Ondertussen ga ik wel mijn dino park verder maken. En dan moeten we even goed kijken... Hoe dat natuurlijk gaat, want deze dino is eet niet zoveel. En hij zou gewoon moeten kunnen eten, maar ik denk dat deze bladeren op dit moment te laag voor hem zitten ofzo. Dus ik ga even een aantal van deze bladeren pakken. En ik ga dan kijken als ik ze hier zo... Ja. Oh, kijk. We moeten ze op deze hoogte doen en dan kan hij erbij. Zie je dat? Dan eet hij ze gewoon zelf op. Dus we moeten heel goed zorgen dat we eigenlijk een soort voedingssysteem maken hier... wat hoog genoeg is voor hem. En ja, dan kan hij lekker eten en dan zit hij waarschijnlijk zo meteen weer gewoon lekker vol.
Ja, kijk, nu heeft hij al veel meer op. Dat is veel beter. En dan gaat hij waarschijnlijk ook langzaam zijn hartjes erbij doen. Of niet? Ik hoop het. I don't know. We gaan nog even kijken, want ik heb hier namelijk een hele hoop, een hele hoop andere dingen al liggen. Van allerlei dino's die we kunnen gaan maken. En daar moet ik wel allemaal andere verblijven voor hebben. Nou, lijkt het me heel tof, want ik zie dat ik er hier 3 van heb. Als we toch wel een vliegende dino... Oh, die hebben we al gemaakt. Oh, ik heb al een vliegende dino-eitje. Dat is natuurlijk super tof. En dan wil ik ook alvast een T-Rex gaan maken. Als ik nog... ja, ik heb nog melk. Kijk, dat doen we zo in. En dan wordt die T-Rex alvast gemaakt. Maar we hebben dus een vliegende dino hier zitten. En ik denk dat ik die het beste even in mijn huis kan zetten. En dan hopen dat die daaruit komt, zodat die niet wegvliegt. En dan hoop ik niet dat mijn vriendin opeens inlogt en aan wordt gevallen door mijn dino. Oké, zo, daar staat hij. En dan kunnen we, kijk, ik kan hier namelijk gewoon zien hoe ver het hatchingproces is. Dus gaan we even nog wachten, even nog een dino uit laten komen waar we wel dichtbij mogen zijn. En waar we hopelijk gewoon meteen mee om kunnen gaan. En we wachten. We gaan even kijken. Oh, hij is al op 44, dus hij is bijna op de helft. En dan komt hij uit en dan weten we wat het is. En dan hopen we dat hij me niet gaat aanvallen. Want dan moet ik hem meteen verwoorden. Want hij zit in mijn huis. Ik heb hier niet over nagedacht. Nee, oh, ik had het op de zolder moeten doen. Ik had het gewoon op de zolder moeten doen. Er was er niks aan de hand geweest. Oh nee, mijn T-Rex is fout gegaan, zie ik in de chat staan. Maar ik moet hier nog heel eventjes wachten, want mijn eitje komt bijna uit. En ik wil niet missen dat mijn kindje wordt geboren. Dus we moeten eventjes haast maken. Want het gaat helemaal fout op dit moment. En, daar komt ie. En, oh, wat? Hallo, kleintje. Kan ik jou laten zitten? Waar ga je allemaal heen? Kleine deugen niet. Oké, blijf hier, oké? Volg je mij nou? Of ren je gewoon heel de tijd heen en weer? I don't know. Maar probeer hier te blijven, oké? Ik hoop niet dat je achter me aankomt. Oké, maar we moeten dus snel zijn, want mijn T-Rex is fout gegaan. Soms gaat het DNA opschonen fout en zo. En dan komt er een Velociraptor. Oh nee! Wat is dit? Oh nee, ik verander erin. Oh. Dat is niet zo mooi. Welke dino zullen wij David anders... Nee, we kunnen niet echt in een... Oh, wacht. Deze kunnen we David wel cadeau doen voor eerst een zwembad. Oh, die volgt mij dus wel. Ik ben nu een Velociraptor. Dat is niet wat ik wil zijn. Oké, we wachten eventjes tot deze uitkomt. Of tenminste, of totdat ik een eitje daarvan heb. En dan gaan we die even aan David cadeau geven. En ik heb geen idee hoe ik deze moet temmen. Dus dat ga ik ook maar even opzoeken. Nou, mijn T-Rex is dus nog helaas niet gelukt. Maar ja, misschien is dat ook maar beter zo. Want ik bedenk me net dat ik er wel een goede plek voor moet hebben. Want wat namelijk het vervelende is met de dino's, is dat ze kunnen door de meeste blokken heen breken. Want deze dino, die brak ook meteen uit zijn eerste kooitje. En nu heb ik een iron blok eromheen heb gezet. Want daar kan hij niet doorheen komen. Even kijken. Deze is best wel ver klaar. We gaan even kijken of we jou nu... Nou blijft hij daar zitten. Nou, die zit lekker daar. Hij mag gewoon rustig groot worden daar. En ik zal hem af en toe eten geven. Ik heb geen idee wat hij lust. Hallo, kleintje. Jij lust dit niet? Oh. Dat lust je ook niet. Blijf zitten. Hij gaat nog steeds alle kanten op. Oké, kijk, hij is bijna klaar. En als het goed is, komt er dus nu een beestie uit. Een Nautilus. En die kunnen we als het goed is gewoon in het zwembad zetten. Die zijn als het goed is ook niet schadelijk. Dus hopelijk gaat er dan niks fout. En heeft David gewoon een leuk huisdiertje als hij weer terug is. Dat is het idee. Ik hoop niet dat hij vijandelijk is of zo. Maar volgens mij is dit gewoon een soort schelpdier. Die lekker rustig rondzwemt in je zwembad. En dan is het zwembad niet zo leeg. Dat is hartstikke gezellig. En dan, ja... Ziet er gewoon leuk uit, denk ik. Hoop ik. Ik weet niet precies hoe die eruit ziet, maar... Kijk, een beestie. Het is gewoon een soort Pokémon.
zijn eigen Pokémon voor in zijn zwembad. Nou, dat is toch hartstikke fijn. Ik wil ook nog wel eventjes gaan kijken bij de Velociraptor van Lars. Kijken of die al een beetje aan het groeien is. Of die er nog zit. Of die niet opeens verdwenen is. Want dat zou heel erg jammer zijn natuurlijk. Dan heb ik eigenlijk gewoon heel deze aflevering, het begin van de aflevering, voor niks gedaan. Ik hoop dat die van Marnik nog verschijnt. Het zou jammer zijn als dat niet zo is natuurlijk. Even kijken hoor. Oh, daar zit die. Daar zit die. Eet die... Nee, dat eet hij niet op. Nou ja, dan hoop ik dat hij iets verhandelijker tegen Lars is dan dat het tegen mij is. Want anders dan gebeurt er vrij weinig. Maar misschien schrikt Lars gewoon van. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Ik hoef niet meteen aangevallen te worden. Even kijken. Het is hier wel een beetje gevaarlijk namelijk. Dus we gaan eerst dus even deze... Auw. Even killen. Auw. Auw. Huppakee. En dan hebben we hier het zwembad. Oh, dat is dat speciale water. Kunnen we daar ons beestje in doen? Ja? Ik weet niet of hij ervan houdt. Hij zwemt er ook meer boven dan erin. Maar zo te zien blijft hij er wel in zitten. Hij ziet er wel een beetje creepy uit, bedenk ik me nu. Nou ja, dat is het nieuwe huis die voor David. Ik hoop dat hij er blij mee is, want hij is hartstikke mooi. Toch? Denk ik. I don't know. Hij is hartstikke leuk. Hij zit daar veilig, hopelijk. Ik weet het niet echt, maar we hopen het maar op. Succes met je nieuwe baasje. Veel plezier in het zwembad. En ik hoop dat de Velociraptor ook veel plezier gaat krijgen bij zijn nieuwe baasje daar. En dan denk ik dat ik het daarbij ga houden voor deze aflevering van Epic Mod. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een kijkje te nemen in mijn Epic Mod ervaring. En wat ik dus normaal gesproken doe met de dino's nu. En als je dat leuk vond, vergeet het dus niet eventjes dat duimpje omhoog te doen. Doe het allemaal voor David. Laat even de support zien dat als hij terugkomt, dat hij gewoon meteen weer motivatie heeft. Omdat hij alle liefde van jullie ziet. Terwijl hij weg was. Of tenminste, terwijl hij aan het bijkomen is. Zorg even dat we gewoon veel support laten zien. Mocht je nou meer van mij willen zien, dan kan dat natuurlijk op mijn kanaal. Dat is Edeldier. Waarschijnlijk staat er een link in de beschrijving. En anders is het heel simpel. Edeldier is gewoon een normaal Nederlands woord. En dan kan je meer Epic Mod zien en Kingdom en zo. Want ik ben daar ook nog de PL van. Dus, nou, hopelijk vond dit een leuke video. En vergeet jullie niet dat duimpje. Laat een toffe reactie achter natuurlijk. Laten we David allemaal massaal steunen. En wie weet zie ik jullie een andere keer weer terug. En in ieder geval, nog een hele fijne dag. En... tot doei!